De Nagelkerken familie, bekend van hun deelname aan het televisieprogramma Een huis vol, is onlangs opgeschrikt door een reeks verontrustende inbraken die plaatsvonden in hun vakantiehuis in Spanje. Dit nieuws delen ze met hun volgers op Instagram, waarbij ze de zorgwekkende situatie openhartig bespreken. Tot hun ontsteltenis zijn niet alleen kostbare bezittingen gestolen, maar ook een object van onschatbare emotionele waarde, de geliefde bariton van vader Jan, 41. De heer Nagelkerken, een gepassioneerd muzikant koestert zijn bariton niet alleen om zijn financiële waarde, maar vooral vanwege de diepe emotionele connectie die hij ermee heeft. Het instrument vertegenwoordigt vele jaren van muzikale creativiteit en herinneringen aan optredens en bijzondere momenten. Het verlies ervan is dan ook een pijnlijke slag voor het hele gezin. De gebeurtenissen zijn des te schrijnender omdat de nagelkerkers op het moment van de inbraken niet in Spanje waren. Ze waren juist druk bezig met hun bakkerij en het dagelijkse rijlen en zeilen van hun uitgebreide gezin in Nederland. De onverwachte confrontatie met de inbraak, waarbij het alarm afging, heeft hen diep geschokt en ontredderd achtergelaten. Op de beelden van het beveiligingssysteem is te zien hoe een onbekende persoon, gekleed in donkere kleding, de laders doorzoekt en kostbaarheden meeneemt. Deze ongewenste indringer heeft niet alleen materiële schade aangericht. Maar ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid aangetast waar de familie recht op heeft, zowel in hun huis in Spanje als in hun thuisland Nederland. De Nagelkerkenfamilie hoopt dat door het delen van deze ervaring op sociale media ze de aandacht kunnen vestigen op het groeiende probleem van inbraken en de impact die het heeft op individuen en gezinnen. Ze roepen op tot solidariteit en steun van hun volgers en hopen dat gerechtigheid zal zegen vieren.